Zou jij met een gerust hart op de operatietafel liggen als je de chirurg hoort roepen start de klok en vervolgens weet dat er maar 20 minuten zijn om je operatie tot een goed einde te brengen? Waarschijnlijk niet. En toch lijkt dit voor patiënten met een niertumor soms de realiteit. Klinkt dit verrassend? Laat me je even uitleggen waarom dit zo is. Tijdens een nieroperatie kunnen er twee problemen optreden. Ofwel is er te veel bloed, ofwel net te weinig. Kijk maar, als dit een nier met een tumor is en de chirurg begint zomaar te snijden, dan verliest de patiënt veel te veel bloed. Als oplossing hiervoor klemt de chirurg de bloedtoevoer naar de nier af. Maar van zodra de klem gezet is, begint de tijd te tikken. Hoe langer de nier zonder bloed zit, hoe meer hij begint af te sterven. En als de chirurg er langer dan 20 minuten over doet, kan het zijn dat de nier niet meer goed werkt. Gelukkig is er nog een derde optie, een gulden middenweg. Daarbij klemmen we enkel de bloedvaatjes naar de tumor af. Zo kan de chirurg rustig de tumor verwijderen. Alleen, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe weten we nu welke bloedvaten er naar de tumor lopen en welke niet? Vandaag de dag probeert de chirurg dit uit te vissen op een scan van de patiënt. Maar die is helaas niet zo duidelijk. Met mijn onderzoek wil ik deze onduidelijke scan omzetten in een duidelijker 3D-model. Met wiskundige modellen bereken ik voor elk bloedvat of het naar de tumor loopt of niet. Zo zien we in één oogopslag welke bloedvaten we moeten afklemmen. Met deze virtuele tool die ik ontworpen heb, wordt het binnenkort kinderspel om de operatie optimaal voor te bereiden. Zo zorgen we ervoor dat de nieroperaties van de toekomst geen race tegen de klok meer zijn.